Afgelopen jaren is er steeds meer accent komen te liggen op financiële prikkels om langer door te werken. Dat was ook heel erg nodig om natuurlijk de kosten van het pensioenstelsel beheersbaar te houden. Daarmee is echter de problematiek grotendeels verschoven naar de arbeidsmarkt. En daar is heel weinig aandacht voor. Ons onderzoek gaat daar heel expliciet op in, kijkt wat de effecten zijn van de financiële prikkels op de productiviteit van de ouderen en kijkt ook van hoe werkgevers eigenlijk hun HR-beleid zouden moeten veranderen om mensen langer productief aan het werk te kunnen houden. Wat we daar nu zien is dat werkgevers vaak niet zitten te wachten op dat mensen langer blijven doorwerken. Dat mensen zelf vaak ook problemen hebben om dat te kunnen realiseren. En als ze één keer werkloos worden, dan blijkt het dat ze vrijwel geen kans meer hebben om nieuw werk te vinden. In hoeverre leiden de financiële prikkels ertoe dat we ook daadwerkelijk langer gaan doorwerken? Ja, dat hebben we in ons onderzoek heel mooi kunnen onderzoeken. We hebben een vergelijking gemaakt tussen mannen die of in 1949 of in 1950 geboren zijn. Dat is een zogenaamd natuurlijk experiment, omdat de mensen die in 1949 geboren zijn nog steeds hun oude pensioenrechten hadden en de mensen van 1950 niet meer. Wat we zagen is dat de mensen in 1950 eigenlijk 13 maanden langer zouden moeten doorwerken om hetzelfde pensioen te krijgen als de 1949 mensen. Maar feitelijk blijkt nu gaan ze maar 6 maanden langer doorwerken. We zagen dat ook bij de AOW, dat we nu feitelijk 2 jaar langer moeten doorwerken. Mensen geven eigenlijk aan van maximaal 10 maanden gemiddeld. Welke effecten hebben de financiële prikkels om langer door te werken op de productiviteit van oudere werknemers? Ja, ons onderzoek onder die 1949-1950 cohort mensen maakte het ook heel goed mogelijk om dat op een causale manier te onderzoeken. Wat je namelijk zag was dat het 1950 cohort, die opeens daarmee geconfronteerd werd met het langer moeten doorwerken, gewoon minder baanmotivatie kreeg. Wat natuurlijk voor de productiviteit hartstikke slecht is. Nog pijnlijker was dat we ook bij een groep zagen dat de depressiviteitsklachten toenamen. We zagen daarmee, als je echt hebt over het aantal mensen die met klachten hadden, dat die maar liefst met 40% toenam. Dus dat zijn allemaal factoren die de productiviteit zelfs lager maakten dan ze al was. Positief iets was, moet ik ook zeggen, dat het 1950 cohort wel werd aangezet om meer training te gaan volgen. Maar we zagen wel, dat was eigenlijk vooral het geval als ze bij grotere organisaties werkten. Hoe beoordelen werkgevers de relatieve productiviteit en loonkosten van hun oudere medewerkers? Ja, we hebben dat goed kunnen onderzoeken door ook werkgevers te bevragen en dat te koppelen aan de data die we hadden over de medewerkers in hun organisatie. We zagen dat werkgevers eigenlijk helemaal niet zaten te wachten dus op het langer doorwerken. Ze gaven het ook grotendeels aan dat het niet belangrijk voor ze was. Als je verder vraagt, hebben we gekeken naar de zogenaamde loon-productiviteitsverhouding. En dan zie je dat werkgevers het beeld hebben dat de loonkosten hoger zijn en de productiviteit lager ligt. We hebben daar wel iets beter op ingezoomd. En we zagen toen dat werkgevers met name negatief waren over het vermogen van oudere medewerkers om flexibel te zijn, goed in te spelen op veranderingen in de organisatie, veranderingen in techniek. Daarentegen bleken ze nog steeds een heel positief beeld te hebben van ouderen op meer de geaccumuleerde kennis die ze hebben. Vakmanschap, deskundigheid, nauwkeurigheid, plus dan de zaken die met managementfuncties te maken hebben als leiding geven en het plannen van de activiteiten. Welke HR-instrumenten kunnen oudere werknemers stimuleren om langer door te werken? Ja, dat hebben we dus ook heel mooi kunnen onderzoeken door enquêtes te doen onder werkgevers en dat te koppelen aan de uitkomsten van de enquête onder hun eigen werknemers. Wat we zagen is dat werkgevers nog steeds heel veel inzetten op leeftijdsvakantiedagen en seniorendagen, het zogenaamde ontziebeleid, wat eigenlijk natuurlijk de loonkosten verhoogt. En heel weinig aandacht hadden voor het op peil houden van de competenties van hun medewerkers door trainingsbeleid. Slechts 17% van de werkgevers deed dat. Wat we zagen is dat werkgevers die dat deden, dus aandacht voor het op peil houden van de competenties, dat het heel positief doorwerkte op hun werknemers, zowel in motivatie als ook in hun bereidheid om langer door te werken.
daarbij was het heel interessant om te zien dat dat niet alleen het geval was bij de mensen die training volgden, natuurlijk is het daar het effect, maar ook bij werknemers die dat nog niet deden. En onze interpretatie daarvan is, daar hebben we ook wat, toch wel enige aanwijzingen voor, is dat dat vooral komt omdat mensen het idee hebben van mijn werkgever zorgt voor mij als ik in problemen kom. Een soort vangnet wat er is. Dus eigenlijk iets is van, ja, we worden goed door de werkgever behandeld en daar stellen we ook iets positiefs tegenover.